Hij schreef nog maar net een boek over alles wat je over je hond moet weten, speciaal voor kinderen. En nu heeft hij een boek uit over, over katten, zoals ze echt zijn. Goedemorgen, Chris Dussels. Goedemorgen. Ik dacht, ik ken jou een beetje dat jij een hondenmens was. Ja, maar ik vind dat eigenlijk een beetje onzin: het onderscheid tussen hondenmensen en kattenmensen. Um, dat doet mij een beetje denken aan horoscopen. Dat klopt altijd. <laughs> en dan zegt men, ja, een kattenmens is een beetje punctueler of meer op zichzelf? Dat wil ik wil niks zeggen, maar ik ben een kattenmens. Echt waar. Ben jij punctueel en op jezelf? Absoluut. <laughs> maar ik ken net zo goed, uh, uh, ik ken net zo goed een heleboel hondenmensen die punctueel zijn en dat op zichzelf. Waar. Ik ken ook heel veel mensen die en zot zijn van katten en van honden en een kat en een hond hebben. Ja, maar jij bent de vierde bezitter van twee exemplaren maar honden dan, hè? Honden, inderdaad. Geen katten. Nee. Uh, maar je wou per se dat boek schrijven, omdat je Vond dat er heel veel onzin wordt verteld over katten. Ja. En er wordt eigenlijk nog meer onzin verteld over katten dan over honden. En er wordt al heel veel onzin over honden verteld. <laughs> dus dacht ik, het wordt eens tijd om de puntjes op de i te zetten. Het enige jammere uh, aan de zaak is Katrien, dat we over honden weten we heel veel. Mm -hmm. En uh, hondenwetenschap is de jongste 10, 20 jaar echt geëxplodeerd. Er zijn uh, minstens 10 centra, universitaire centra, verspreid over de hele wereld, waar honden dagelijks binnen en buiten lopen om bestudeerd te worden en waardoor we dus heel veel bijleren over honden en bij katten is dat nog maar net aan het gebeuren. Uh, het staat eigenlijk de, de kattenwetenschap staat nog een beetje in haar kinderschoenen. Dan zou ik denken dat is logisch, Chris, want katten. Laten zich niet kennen. Wel, uh, dat is bijvoorbeeld een van die misverstanden. De kat is een mysterie. En wij moeten dat een mysterie laten. Dat is alleen maar een mysterie als je niet je best wil doen om die kat te begrijpen. En ik vind dat wanneer de kennis verhoogt over een dier, uh, of het nu een hond is of een kat, maakt niet uit. Als die kennis verhoogt, dan zal ook het welzijn verhogen. Want als je je kat beter begrijpt, dan weet je welke noden dat beest heeft en kan je ook aan. Die noden voldoen. Maar katten doen zo'n rare dingen. Uh, ze doen ogenschijnlijk rare dingen die, als je erbij stilstaat, dan toch eigenlijk hun verklaring vinden. Waarom gaat een kat bijvoorbeeld altijd op je krant zitten als je de krant wil lezen? Uh, omdat ze bij je wil zijn. Oh. Uh, uh, een, van de, een van de opvallendste dingen die ik ontdekte was dat, uh, dat katten eigenlijk langer bij jou blijven als zij het initiatief hebben genomen om naar jou te komen. Als je dus een kat neemt en je zet die op de schoot, dan zal die niet zo lang bij je. Blijven dan wanneer ze zelf spontaan op je schoot is geklommen. En als je kijkt naar het sociale gedrag van katten, want men zegt wel eens dat katten einzelgangers zijn, ja, en solitair ja. en wat weet ik allemaal. Maar als je kijkt naar uh, uh, wat er gebeurt als er geen mensen zijn en je laat katten katten zijn, zwerfkatten bijvoorbeeld, uh, dan zie je dat die een heel complex systeem uh, uitbouwen. We noemen dat een kolonie. Uh, de meeste katten daarin. Zijn aan elkaar verwant. Het is eigenlijk een beetje te vergelijken met een leeuwentroep. Een leeuwentroep is ook een matriarchaal verband. Alle leeuwinnen zijn, elkaar, uh, zijn aan elkaar ver, verwant. Het gaat om uh, moeders of zussen of tantes. Uh, en die blijven hetzelfde territorium bezetten. En dat zie je eigenlijk ook in kattenkolonies. Die katinnen zijn allemaal aan elkaar verwant. En wat die allemaal voor elkaar doen, Katrien, daar val je van achterover. Want de mensen zeggen dikwijls, Haha, uh, uh, de kat heeft personeel. Uh, weet je ja. wel? Ik ben het personeel van de kat. Maar als er niemand kijkt, dan spelen de katten zelf personeel voor elkaar. Die katinnen, die helpen een katin die gaat bevallen, die helpen ze bij het bevallen. Ze helpen die katin bij het opruimen van de nageboorte. Ze likken de kitten schoon. Maar dat is onder mekaar. Maar ja. Ik heb heel lang een kat gehad en ik zei altijd, ik mag blij zijn dat ik hier bij deze kat mag wonen, in plaats van andersom. Eh... En in welke zin was dat omdat ze onaardig was tegen jou? Zij was de baas. Hm. Ja, maar misschien laat je haar de baas zijn. Oh, kan je een kat domineren? Is een ja, ja, Domineren, dat is, dat, is, dat is een heel moeilijk woord en dat, dat, dat moet je een beetje vermijden. Maar uh, wat mensen... Kijk, de mensen lachen daar bijna mee, maar je kunt een kat dus trainen. Je kunt een kat perfect uh, leren wat kom is en wat zit is en wat af is en wat mm. apport is. Er zijn veel mensen die hun kat uh, een, vuistje laten, uh, een vuistje laten geven. Uh, en de training is net het Hetzelfde als bij de hond. Uh, uh, je beloont het uh, gedrag dat je wil vermeerderd zien. door uh, de, de, de meeste liefde van de kat gaat wel door de maag. Dat is dan een verschil met de hond. Een hond kun je plezieren door een streeltje. Of een beetje lief te praten. Een kat... Daar Wordt moet je, graag, ja, word, intern word graag intern beloond. Wordt graag intern beloond. Dus dat is dus het verschil. Maar uh, uh, een, een echt groot verschil is dat niet. Je kunt een kat Trainen. Nu, in gedrag toch wel. Hè? Als een hond uh, aandacht wil of, of met zijn staart kwispelt, dan, dan is hij lief. Hè? Dan, dan, dan is het alleen maar vreugde. Ja, als een kat met haar staart kwispelt, uh, uh, dan zwaait er iets. Ja, haar uh, maar, maar, maar ook daar zijn misverstanden over. Kijk, veel mensen denken ah een kwispelende hond dat is een blije hond. Dat mm -hmm. is zeker niet waar. Want ook honden die op punt staan om te bij te kunnen met hun staart kwispelen. Hij zal wel een beetje anders kwispelen dan een echt vrolijke draaiende staart. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een kat. Mensen denken, ah mijn kat is aan het spinnen en het uh, 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 die, die, die voelt zich lekker. Wel nee, katten spinnen ook als ze, zich, als ze ziek zijn. Als ze pijn hebben? Ja. Uh, als ze stervende zijn, uh, mm. kunnen ze zelf spinnen. Dus het is eigenlijk zaak bij elk gedrag om een beetje uit te zoomen, om te kijken van, ja maar wat gebeurt er nog? Wat kan dit spinnen in gang hebben gezet? En dan kom je uh, meestal tot de juiste betekenis van dat gedrag. Maar waar ik dus echt voor pleit is, uh, uh, ja, leer die kat toch een beetje kennen. Wat ik jammer vind is dat heel veel mensen zeggen: ja, een kat eigenlijk moet je daar niet naar omkijken. Uh, die heeft niks nodig. Je moet er tenminste niet elke dag mee gaan wandelen. Hè? Dat is zo, maar je moet er eigenlijk wel elke dag mee bezig zijn. Mm -hmm. En op een andere manier dan uh, een hond. Uh, met een hond kun je makkelijk een uur, twee uur bezig zijn. Bij katten uh, uh, moet dat allemaal zo lang niet duren. En er is een heel een mooi onderzoek gevoerd over de socialisatie van de kat als een, een kitten in het nest. Als je dat kitten uh, heel vaak uh, bepotelt en door verschillende mensen laat bepotelen ja. vanaf de leeftijd van twee weken, als de ogen en de oren open zijn, uh, uh, dan krijg je een sociale kat. Maar men heeft dat getest en er zit een limiet op. Dus langer dan 40 minuten moet je niet bezig zijn met een kitten, want dan, uh, dan komt er geen effect meer. Dat ja. is wel een heel, een heel mooie... Uh, uh, ja, noot, een klein nood dat je... In het onderzoek. Maar nogmaals, de onderzoeken omtrent de kat, die beginnen eigenlijk nog maar. We staan aan het begin van een hele boeiende tijd, denk ik. Want we zullen natuurlijk ongetwijfeld nog heel veel dingen leren waarvan we achterover gaan vallen en denken van ja maar hoe uh, uh, zo uh, 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 zit een kat zo in elkaar. Kijk, bijvoorbeeld uh, uh, wat ik over honden weet. Heel veel mensen zeggen nog altijd hardnekkig, een hond dat is een roedeldier. Maar dat klopt helemaal niet. Kijk, wat is een roedel? Een roedel, dat zie je enkel bij wolven en bij wilde hondachtigen, zoals de Afrikaanse wilde hond. Dat is eigenlijk papa en mama en de kindjes. Stel nu dat Naya nog leefde en ze had met August een nestje welpen, dan hadden we daar een roedel. En die welpen die zouden bij Naya en August blijven tot aan de leeftijd van twee jaar ongeveer. En die zouden ook samen alles doen om ervoor te zorgen dat de Nieuwe welpen alle kansen kregen en die zouden ook samen dat territorium verdedigen. Dus dat is de definitie van een roedel. Een familieverband waarbij iedereen zich inspant om de nieuwe welpen alle kansen te geven en om dat territorium te verdedigen. Als je dan kijkt naar straathonden, Katrin, euh, als die de kans krijgen om zich in roedels te organiseren, dan kun je alleen maar vaststellen dat die dat totaal niet doen. Want als er een teefje loopt, ze, ja dan gaan alle reuën erover. Uh, 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 maar er is geen enkele reu die zich iets zal aantrekken van de opvoeding van die pups die daar. Uh, het en de katten van. doen dat dan wel? En dan, uh, dat is dus het, 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 het hele rare. Als je kijkt naar die kattenkolonies, waar mensen dus eigenlijk uh, in eigenlijk maar in de verte in beeld komen... dan zie je dat die katten zich geweldig organiseren... en een beetje zoals Leeuwinnen dat doen. Dus uh, uh, het, het rare is ook dat je daar bijvoorbeeld... de wet van de sterkste... wij denken altijd dat die geld katers zijn altijd iets groter en iets steviger en iets sterker dan katinnen. Je zou dus verwachten dat in zo'n kolonie de katers beslag leggen op het voedsel. Wel, dat doen ze uitdrukkelijk niet. Het zijn de katinnen die beslag leggen op het voedsel. En de katers die vinden dat eigenlijk min of meer oké. Okay. Maar dat heeft een heel logische verklaring, want voor een kat is het allerbelangrijkste, of nu een kater is of een katin, dat ze haar genen kan verder zetten. Dat is de ijzersterke wet van de natuur. En voor katinnen geldt, ja, als ik zwanger ben of ik heb kittens, dan heb ik extra veel eten nodig. Dus ik leg beslag op dat eten. Voor de katers geldt evenzeer dat ze zich willen voorplanten, maar dat eten vinden ze zo interessant ja. niet als er maar genoeg ritsige katinnen zijn. Dit en nog zoveel meer is terug te vinden in jouw boek. Het is, het is een openbaring wel een beetje. Veel dingen het. die ik dacht van katten, worden hierin ontkracht. Dus ik moet het eigenlijk nog een beetje verder lezen. Katten zoals ze echt zijn, is uit uitgegeven bij Borgerhof en Lambricht. En het is geschreven door deze hele fijne dierenmens, zal ik dat maar zeggen. Niet kattenmens of hondenmens, dat mag ik niet meer zeggen. Dank je wel. Christus, Ochoa. Jij bent bedankt, Katrien.